reportage? Ja, graag. U nee, dan ook kleur. Dan ben ik kleur. De single die we vandaag voorstellen zit vast in Polen. Ondanks het feit dat Polen lid is van de Europese gemeenschap, is dat eigenlijk zo? Ja, van de check. Net zeker. Ja, is dus een probleem toch met de export. Ik zal dat aankaarten bij minister van Buitenlandse Zaken De Gucht. Nee? Geen idee. Even kijken op en bij minister van Defensie De Krem. Voilà. Mensen kunnen dus een single bestellen vandaag. Gewoon bladje invullen, 4 euro geven. Volgende week wordt naar hen opgestuurd op kosten van Polen. De Poolse belastingen zijn al moeilijk voor die mensen daar, maar toch gaat ook dit er afgaan. De verzendkosten van de heritage single neem mij mee. Net als je denkt dat er niks meer kan fout gaan, ben je toilet van kwijt. We gaan, hè? Wanda vroeg zich altijd al gezegd dat je niet zijn baas? Ja. Schijnt dat jij alle gitaren gestart hebt? Ja. Fantastisch. En die stond echt eigenlijk vrij vals. Het is de rond. Je shell heb ik wel niet gestemd, maar... Dames en heren, here we go, succes. Succes. Veel plezier, hè. Veel plezier, hè. Allemaal zelf. Succes, dat komt met jou. Verandert van broek, verandert dan ook de pagierdingske van de net. Ja. Het is een beetje slapstick aan het worden. Ooit trouw, dan geef ik hier een feest.
Meneer Belcanto, u hebt zo net opgetreden met Hermitage samen. Zeg eens wat voor een gevoel dat bij u losmaakt. Wel, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. En ik heb het gevoel dat ik dat af en toe meer zou moeten doen. Dus ik bedoel, met een jonge, beloftevolle Nederlandstalige band of zanger samenwerken. Ja, ik hou van de jeugd ook. Ja. En dat zijn jonge gasten die mij vragen. Dus op de eerste plaats, het is ook een eer voor mij, hè, dat ik voor zoiets gevraagd word. Ja, en dat doorbreekt absoluut de routine, hè, voor mij. Het is echt alleen maar positief. Ja. Of is het fantasie? Het is vanzelfsprekend dat de verschijning lust van mij. Jij doet me verweten, je maakt me eerlijk. Je laat je adoreren, adoratie is uw doel. Ik zal u aanbidden, ook al ben je nog zo cool. Aanbid me dan, aanbid me dan, aanbid me dan. Aanbid me dan, aanbid me dan. Aanbid me dan, aanbid me dan, aanbid me dan. Oh jij bent het allerhoogste. Het zijn ook heel beleefde jongens. En ik vind ook de bezetting heel mooi. Dus ik bedoel muzikaal. Hè? Dus met de vibrafoon, de percussie, de cello. Het is akoestische muziek. Ja. En dat is voor mij nog altijd het schoonste, het puurste. Het meest authentieke dat je kunt doen is akoestische muziek spelen. Ik zag u het nummer zingen met Aanbid me in het refrein. Het leek mij op een bepaald moment alsof u echt gerodeerd met die band aan het samenspelen was. Alsof u echt heel comfortabel... Dat klopt. Zeker met dat nummer hebben we een symbiose bereikt op het podium. Ja. Dat we allemaal bijna in een trance waren. Dat is misschien wat sterk uitgedrukt, maar... Ja. Het is ook een nummer. De muziek van dat nummer is bijna trance muziek. Ja. En dan die akoestische gitaar en de cello. Ja, magnifiek hoor. Ja. Ja. Voor mij echt een wauw beleving. De wereld toe. Ik hoop dat ze even beroemd worden als ik. Zoals we geen Hermitage kennen, supergezellig, heel leuke locatie, maar vooral drie fantastische muzikanten, heel straffe teksten en leuke melodieën. Melancholisch, goed, zoals dat ik ze ken. Van mijn huis uit nog ontstaan, iedereen vraagt verstaat. Ik kan me zeggen, het is toch nooit goed gegaan. Ik weet zelf niet wat er scheelt, zo opeens alles veilig wilt. Dus ik lach en laat de maakt dus een nummer dat expliciet is. Ja.